Elke dinsdag op Gamersnet.nl, Gamersnet Gear, je wekelijkse portie tech, gadgets, hardware, whatever. Als het iets met games te maken heeft, willen wij het behandelen. En natuurlijk heeft het volgende onderwerp iets met games te maken. Sterker nog, retro games. We hebben het over de SNES Classic Mini. Of zo heet hij niet officieel. Hij heet de Super Nintendo Entertainment System Nintendo Classic Mini. Goed gedaan, Nintendo. Ja, dit is Peter, hij heeft er al een maand lang mee mogen spelen. En dit is Tom, die hij. Ik ben niet meer hands-on gegaan. Ik zit erbij. Ja, de SNES Mini, de SNES Classic Mini zoals wij hem noemen. Sorry, dat vinden we fijner. Leuk man. Dit is echt weer een stukje gaming tech, waar al die PC Master Race dingen allemaal prima. Maar dit is natuurlijk gewoon voor iedereen leuk. En het is volgens mij ook letterlijk voor iedereen leuk. Want vorig jaar was het succes van de NES Classic Mini natuurlijk gigantisch. Ach, zag je net hoe het in één keer ging? Ja, nee, het gebeurde. Het succes van de NES Classic Mini vorig jaar was natuurlijk gigantisch. Het ding was binnen de kortste keren uitverkocht. Hij gaat bijgemaakt worden. Scalpers, jongens, scalpers. Overal mensen die hem inkopen en dan, ja. Hey, marktplaats, €300. Zeker weten. Maar goed, ze gaan ze bijmaken, hè, dat je het even weet. Dus nu niet kopen. Ja, echt hè. Mijn pensioen is sowieso aangereden inmiddels. Maar nu is de Super Nintendo aan de beurt. Een mooi stukje historie. Het is ook wel een 1-2'tje. Ze zien hoe goed de NES Classic Mini het doet. En dan weet je gewoon van dit jaar de SNES. En dan kun je ervan uitgaan volgend jaar de Nintendo 64. Dus ja. We hebben de Wii U Classic Mini, denk ik, over 2 jaar. Dat gaat hard zo. Maar nee, ja, het is hetzelfde trucje. We hebben destijds natuurlijk ook al een uitgebreide review ervan gedaan in Gamersnet Gear. En toen zeiden we eigenlijk, dit is het ultieme kerstcadeau voor de game. Ja, hij is wel iets duurder geworden. Hè? Ja. De NES Classic Mini was €80, deze €100. Ja, dit was niet zelfs nog €60. €60 nu 100. Nou, hij is €100, dus het is wel een stukje duurder geworden. Er staan 21 games op dit apparaat. Kan verder ook... 20 plus 1. 20, daar gaan we het over hebben. 21 games, dat is het ook. Kan verder niks bij. Je ziet hier het eject knopje, maar dat is nep. Daar kun je niet op drukken, Het is gewoon nagebouwd. En er zit verder ook niet echt iets van een poort in of een SD-kaart of wat dan ook. Je kunt hem niet reprogrammeren om te zeggen, draai alles. Nee, dat kan absoluut niet. Hij is aan te sluiten op elke televisie van nu. Dus HDMI-ingang. Hij doet met zo'n micro-jack, kun je hem opladen met zo'n micro-USB. Dat is echt zo'n power source gewoon. Je kunt letterlijk het ding aanvoeren met een powerbank. Ja, dat kan. Dan kun je gewoon on the road spelen. En dan heb je 21 games. Controllers zijn exact hetzelfde als vroeger, behalve de aansluiting. Want de aansluiting kun je kennen van bijvoorbeeld de Wii. Want die had onderin de afstandsbediening zo'n aansluiting. Voor de die aansluiting. Wii Motion Plus of voor de Nunchucks destijds? Die aansluiting. Dat ze die ook vasthouden. Dat ze daaraan zo van, hey, dat is een bewezen concept. Dat gaan we hebben. En dan zou je zeggen, waar sluit je dat dan op aan? Maar dit klepje kan er dus af. Dat hebben ze heel mooi weggewerkt. En dan kun je hem daarop aansluiten. Nou, is dat leuk of niet? Nou, wat chic. Wat leuk. Heel chic. Ik vind het is ook een chic apparaat. Ja, vind je? Ja. Ik vind hem juist heel koddig altijd als ik hem zie. Ja, maar hij is goed afgewerkt. Dus het is gewoon een kleine versie, exacte replica van de oude SNES. En dat is wat mensen volgens mij willen. Ja. De Super Famicom. Dus wij hebben trouwens wel de mooiere versie. Want je hebt natuurlijk ook nog in Japan kun je gewoon de Super Famicom kopen. Ja, niets minder mooi, maar wel exclusiever. Ja, nee, dat dan weer wel. Hè. Voor de verzamelaar is het natuurlijk een hot item dit jaar. Sowieso voor de verzamelaar. Laten we het eens even hebben over de nieuwe game. Ja, 20 plus 1, 20 games die we kennen. En eentje die we niet kennen, Star Fox 2. Nooit verschenen. Nooit verschenen. En die hebben ze uit de krochten, uit de kelders van Nintendo hoofdkantoor gehaald. Dat die hebben we nog liggen. Een floppy disk waarschijnlijk waar het op stond. En Miyamoto ging een keer door zijn vel heen en denkt, hey. Ja. En die hebben ze in een Commodore 64 gestopt, die hebben ze even afbewerkt. En op hierop gezet. Mooi. Ja, maar dat is dan denk ik ook wel weer een beetje het antwoord. Want dat kregen we heel veel te horen met de NES Classic Mini. Dat heel veel mensen zeggen, ja, ik kan toch ook gewoon een Raspberry Pi kopen en dan alles daarop zetten en dan kan veel meer voor een dat mindere prijs. Dat is dezelfde dooddoener als zeggen van, ik koop geen laptop, want je kunt veel goedkoper een eigen PC bouwen. Dat is exact hetzelfde antwoord. Want als je dat zoekt, moet je dat lekker doen. Ja. Dit is gewoon een hebben ding. Dat is het voor gewoon. Nintendo fans die een warm hart toedragen aan dat hele era van de Super Nintendo. Ja, nou, het is ook gewoon een praktische overweging. Want ik kan mijn Super Nintendo niet meer aansluiten op mijn televisie, want dat is allemaal skart. En dat kan met een HDMI natuurlijk wel. Dus het is maar dat puur is ook wat het antwoord wat de Raspberry Pi mensen zeggen. Dat kan natuurlijk ook vanuit. Ja, dat weet ik. Maar het is maar die mensen die hoeven de ding sowieso niet. Nee, we maken het eigenlijk niet voor jou. Nee, maar dat is de plus 1 natuurlijk die je wel weer hebt. Ja. Die je niet op een Raspberry Pi. Laten we elkaar geen mietje noemen. Star Fox 2 is natuurlijk grappig dat het bestaat. Het is geen groundbreaking game, anders was hij wel uitgekomen. En het is gewoon leuk. Het is een nieuw Star Fox. Het lijkt heel erg op Star Fox 1. Je kan een ander voertuigje zijn, wat je later in de Wii U-versie ook kon zijn.
Nou, super leuk. Barrel roll. En dat is een superleuk stukje historie. Hè? Ik kraak het ook niet af want, om de historische waarde. Want het is echt vet dat het erop staat. Maar het is ook niet van, oh god, we hebben Half-Life 0.5 gemist. Nee. Dat is het ook niet. Dus het is gewoon grappig dat het erop staat. En verder is het gewoon jouw schatkamer vol met oude toppertjes. Ja. Als Super Mario Kart, Super Mario World, Donkey Kong Country, A Link to the Past. Wat de NES Classic Mini natuurlijk had met al die games, was dat je dan de mogelijkheid kreeg om te saven. Waarbij heel veel games dat niet konden. Hier kun je nou ook de tijd stopzetten. Ja, je kunt het terugspoelen als je aan het faalhazen bent. Deze reset knop hier namelijk doet het wel, maar die reset het apparaat niet. Maar die brengt je terug naar het tussenmenu of een hoofdmenu. Mm-hmm. Dus die pauzeert je game, dan ga je naar het hoofdmenu. Dan kun je saven, dat kon op de NES ook. Maar nu kun je dus ook terugspoelen. Dus als je een faalhaast hebt, dan kun je op de resetknop. Oh god, maar dat is wel een soort van, nou, niet groundbreaking dingetje of zo. Maar dat is wel iets heel aparts wat niet zomaar kan, zeg maar, op de meeste consoles. Daar heeft Nintendo heeft echt, met al die games hebben ze daar iets voor moeten implementeren, zodat dat mogelijk gemaakt wordt. Absoluut. En, dus dat is wel dat is een extra metertje wat ze erin gaan. Ja. Hadden ze niet hoeven doen, want het ding verkoopt als hete broodjes. Hel, ze hadden er niks op kunnen zetten en Nintendo fans gaan wild, want het is een kleine SNES. Het is heel slim van Nintendo. Het is heel sympathiek, maar ook heel slim, want veel kiddo's gaan nu geïntroduceerd worden met de oude games die papa en mama speelden. En de games toen waren natuurlijk ook een stukje moeilijker dan. Oeh, ja. Dus ik denk dat het voor die kids gedaan is. En voor de frustratie van de ouderen die vergeten waren. Ja, die hebben allemaal nostalgische gevoelens over A Link to the Past. Maar die zijn vergeten dat je helemaal door die tyfusbaas niet langs kwam. En dan kun je nu af en toe even terug. Ja, nostalgie filtert die dingetjes eruit. I know, dus, daarom is nostalgie zo vervelend aan emotie. Alleen in dit geval is het wel een leuke schatkamer naar vroeger. Dat nou, oké. Okay. Dus voor 100 euro heb je een schatkamer naar vroeger. Die bovendien ook gewoon heel schattig is. En best wel praktisch in het aansluiten en het werken. Ja, en er zitten nu 2 controllers bij, hoef je niet meer los te kopen. In één keer 2 controllers, dus dat is ook waarom die iets duurder is. Bij de NES Classic Mini moest je een losse controller kopen. En nu kun je dan alles vanuit de box met z'n 2 spelen. Lekker. Leuk man, leuk apparaat. Ik ben er echt heel blij mee en ik wacht op de volgende. En het is een hype, hè. De Commodore 64 komt ook uit in remake. Ja, en de Atari box is natuurlijk al een ding. Dat speelt weer heel ergens anders op in. Maar het is wel, de retro console is een dingetje aan het worden. En ik vind het leuk. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Het geeft je gewoon de mogelijkheid om op je huidige systeem al even. Ik zit te denken, Sega, kom op. Mini Dreamcast, make it happen. Mini Dreamcast. Serieus dat ding veel verkoopt? Ja, nee, oprecht. Ja, Atari heeft dan weer Atari box, maar die is dan ook minder hype vol. Dat mensen zeiden van, ja, maar jullie hadden eigenlijk helemaal niet heel veel goede spullen. Nee. Ja, anyway, SNES Classic Mini, als ik Peter mag geloven, een succesformule. Laat ons weten wat je ervan vindt. En natuurlijk, gamersnet.nl voor al je dagelijkse nieuws, previews, reviews over alles. En natuurlijk elke dinsdag, woensdag op YouTube, Gamersnet Gear, waarin we dit soort tech behandelen. Ja, en ik ga je ook een review schrijven. Oh, mooi. Gaan we ook streamen met de SNES? Ik ga er ook mee streamen. Vet. Oké, dat krijgen we allemaal op gamersnet.nl. Thanks, Peter. Dankjewel, Tom. Ik dacht al, er moet nog iets fout gaan. Bij deze.